In dit filmpje herhalen we hoe we moeten optellen met brug tot 100. Als de eenheid plus de eenheid over de 10 gaat, dan spreken we over een brugoefening. Ik geef een voorbeeld. 8 plus 5. 8 plus 5 is meer dan 10. Dus dit is een brugoefening. Daarom gaan we de 5 splitsen. We maken eerst van de 8 een tiental. Hoeveel moeten we bij 8 bijdoen om 10 te maken? 2. We hebben die 2 genomen van de 5. Hoeveel blijft er dan nog over van de 5? 3. We gaan de oefening nu languit schrijven. We doen eerst 8 plus 2. 8 plus 2 is 10. Daarna doen we bij de 10 nog 3 bij. 10 plus 3 is gelijk aan 13. We kunnen dat ook doen als we een tiental eenheid plus een eenheid hebben en de som gaat over het tiental. Ik geef weer een voorbeeld. 28 plus 5. De som gaat over het tiental. Daarom gaan we de 5 weer splitsen. We splitsen de 5. We kijken naar het eerste getal, 28. En we doen bij 28 bij tot we een tiental hebben. Dus eerst 2. En hoeveel blijft er dan nog over van de 5? Nog 3. We schrijven de oefening weer lang uit. 28 plus 2 is gelijk aan 30. Daarna doen we de 3 er nog bij. 30 plus 3 is gelijk aan 33. Ik geef nog één voorbeeldje. 54 plus 9. De som gaat over het tiental, dus het is weer een brugoefening. Daarom gaan we de 9 splitsen. Hoeveel moeten we bij 54 eerst bijdoen om een tiental te hebben? 6. De 6 hebben we genomen van de 9. Hoeveel hebben we van de 9 dan nog over? 3. We schrijven de oefening lang uit. 54 plus 6 is gelijk aan 60. Daarna doen we de 3 er nog bij. 60 plus 3 is gelijk aan 63. Soms moeten we een eenheid plus een tiental en een eenheid doen. Zoals bijvoorbeeld 7 plus 66. Als je dit een moeilijke oefening vindt, dan kan je bij de optelling de getallen van plaats wisselen. Dus bij plus mogen we de termen van plaats wisselen. En dan wordt het een tiental eenheid plus een eenheid. In dit voorbeeld wordt dat dan 66 plus 7. En dan lossen we de oefening op zoals we dat in het vorige deeltje gedaan hebben. 66 plus 7 gaat over het tiental. Daarom gaan we de 7 splitsen. Hoeveel moeten we bij 66 bijdoen om een tiental te maken? 4. Hoeveel blijft er dan nog over van de 7? 3. We schrijven de oefening lang uit. 66 plus 4 is 70. Dan doen we er nog 3 bij. Plus 3, 70 plus 3 is gelijk aan 73. Ik geef nog een voorbeeldje. Als je een oefening ziet zoals 8 plus 49 en je vindt dat moeilijk, wat mag je dan doen? Juist, je mag de getallen van plaats wisselen en dan los je de oefening op zoals ik dat net getoond heb.
Soms moeten we een tiental eenheid plus een tiental eenheid doen. Ik geef weer een voorbeeld. 38 plus 25. Dit is een moeilijke oefening. Daarom gaan we het tweede getal splitsen in tientallen en eenheden. Dat wordt dan 20 en 5. We schrijven de oefening weer lang uit. Eerst doen we 38 plus 20 is 58 en daarna moeten we plus 5 doen. 58 plus 5 gaat over het tiental. Dus zoals bij het vorige deeltje gaan we de 5 weer splitsen. We gaan van de 58 eerst een tiental maken. Hoeveel moeten we bij 58 bijdoen om een tiental te maken? 2. We hebben de 2 genomen van de 5. Hoeveel blijven er dan nog over? 3. We doen eerst 58 plus 2 is gelijk aan 60. En daarna doen we bij de 60 de 3 nog bij. Samen 63. Ik geef nog een voorbeeldje. 25 plus 56. We gaan eerst weer splitsen in tiental en eenheid. Dus we splitsen in 50 en 6. We schrijven de oefening lang uit. 25 plus 50 is gelijk aan 75. Daarna moeten we er nog 6 bij doen. Als we 75 plus 6 moeten doen, dan gaat dat over het tiental. Dus we gaan de 6 ook splitsen. We maken van de 75 eerst een tiental. Hoeveel moeten we bij 75 bijdoen om een tiental te maken? 5. Hoeveel blijft er van de 6 dan nog over? 1. We doen eerst 75 plus 5. Dat is 80. En daarna doen we bij 80 nog 1 erbij. 81. Nog een laatste voorbeeldje. 67 plus 17. We gaan eerst weer splitsen in tiental en eenheid. Dus in 10 en 7. We schrijven de oefening weer lang uit. 67 plus 10 is 77. Daarna doen we de 7 er nog bij. 77 plus 7, daarvan is de som meer dan het volgende tiental. Dus het gaat over het tiental. Daarom gaan we de 7 weer moeten splitsen. We maken van de 77 eerst een tiental. Hoeveel doen we er dan eerst bij? 3. We hebben de 3 van de 7 genomen. Hoeveel blijft er dan nog over? 4. We doen eerst 73 plus 3 is gelijk aan 80. Plus 4, 84. Ziezo. Ik hoop dat jullie het nu goed begrepen hebben. Als je het niet meer weet, kan je dit filmpje altijd opnieuw bekijken. Ik wens jullie heel veel succes!